Wat Schagen denkt wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Rozing Mannenmode op het Marktplein in Schagen en Alva, een zaal in, door en voor de regio. Welkom bij de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen van Wat Schagen denkt. En we zijn deze keer in Slot Schagen op de markt in Schagen. En we gaan een beetje een nieuwe weg in. Je ziet, ik sta er alleen voor en niet helemaal alleen, want naast mij staat fotograaf, columnist en zeer kritisch man. Kritiek niet, maar kritisch. Kritisch zou kwalijk zijn, hè? Ja, nee, kritisch. Okay. Je bent heel kritisch. Ja. Mark Mousseau. En die is mijn sidekick vanavond. Leuk, Mark. Heb je er zin in? Kikje, zei je net. Toen waren we nog niet gestart. Oh, dus dat gaat eruit? Nee, dat knippen we er niet uit. Je bent maar ik heb er wel zin in. Goed zo. Een nieuwe insteek vraagt om een nieuw begin. En daarom beginnen we iets anders dan we normaal te doen. En we beginnen met een terugblik op de afgelopen zomer. En dat doen we met een aantal filmpjes. En het eerste filmpje gaat over de Westfriese markt. Normaal gesproken hebben we 10 donderdagen, dat weet iedereen. Alleen dit jaar waren het er maar 9. Dat was een unicum. En waarom? Omdat het zo heet was. Een unicum. En dat ik dat gelijk weer in mijn eerste jaar als voorzitter moet oplopen. Het is wat het is. Het was een lastige beslissing, want je hebt natuurlijk heel veel georganiseerd en geregeld. En dan moet je toch, daags voor de donderdag, moet je uiteindelijk toch in het bestuur de beslissing nemen. Jongens, we gaan het niet doen. Het is te uitdagend, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Te uitdagend voor mensen die hier. En dat gaan we niet doen. Te risicovol. Dat zou dus totaal iets anders zijn. Dus dan zijn al die zwarte pakken zijn uit, als het zo heet is. En dan hebben we ook niet die Rocky. Maar dan krijgen we misschien een badpak 100 jaar geleden op tocht. Oh, dat zouden we leuk vinden. Ja. Goeie suggestie. Dankjewel, Mark. Het tweede filmpje gaat over de duurzame scheurijzers die de gemeente Schagen onlangs heeft aangeschaft. Ik heb begrepen dat als je erin zit en je gas geeft, dat het allemaal toch wat anders gaat dan dan bij een benzine- of dieselauto. Ik hoorde net ook al boven dat de Fiat waar een van de collega's in rijdt, ook elektrisch, die rijdt alles eruit bij het stoplicht. En dat verwacht je dan niet van zo'n mooi karretje. Krijgen we dan voortaan een wedstrijdje optrekken bij het stoplicht? Nou ja, opdrukken bij het stoplicht, daar ben ik niet zo sterk in. Maar die headers, die rij ik er wel uit, hoor. En het laatste filmpje gaat over staking van leerkrachten die met brandweeralarm alle leerlingen naar buiten stuurden in warme huizen. Daar hebben we met z'n allen actie gevoerd voor de leerkrachten. En deze actie is opgezet om ook aandacht te vragen voor het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding. Omdat we met z'n allen een school maken en het samen voor de kinderen doen, vinden we ook dat de werkomstandigheden en de salarissen daar gelijkwaardig op afgestemd moeten worden. Na. Historisch besef. Met een brandweeralarm de school uit. Daar hadden wij toch vroeger een bel voor. Was toch van flauwekul? Kom op, zeg. Jullie hadden dat, wij niet, hoor. Ben jij zo oud? Ja, ik ben zo jong. Oh, sorry. Dus het ging afgelopen zomer heel vaak over het weer, over het veranderde klimaat, maar ook over een mooi en een beter leven. Schagen die streeft naar een gelukkige gemeente in een goede en een gezonde leefomgeving. Jij hebt iets, hè, met de gelukkigste gemeente. Ik ben dol op het woord geluk hier in deze gemeente. Maar gelukkig zit ik niet meer in de raad om daar mij niet gelukkig druk over te hoeven maken. En daarom ben jij mijn sidekick. We gaan beginnen. Goed. Vanavond met wethouder Hans Hedders en duurzaam architect Patrick van Emmerik over het duurzaamheidspodium, welke wordt georganiseerd door de gemeente Schagen op 10 oktober aanstaande in de bioscoop. Aan tafel hebben we ook Willeke de Jong en die komt vertellen over de Bos der Omarming. En wethouder Jelle Beemsterboer gaat met ons en André Wijnker, bewoner van de Molenweg in de Waldervaart, in gesprek over de mogelijke verkoop van de kinderboerderij. En we bespreken nog een heel interessant dossier van wethouder Beemsterboer, de Lidl. Komt die er nu wel of niet? Maar er is natuurlijk ook muziek. We gaan kijken en luisteren naar dochter en moeder Anna en Irma. Het duurzaamheidspodium. Patrick van Emmerik, wethouder Hans Hedders. Mag ik Hans zeggen of meneer Hedders? Hans, gezellig. Mag ik niet, maar jij wel. Mag ik niet.
Op woensdag 10 oktober organiseert de gemeente Schagen een duurzaamheidspodium. Voor en door ondernemers met als thema duurzaamheid verbindt. Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van morgen is het belangrijk voor ondernemers om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Het is een hele mond vol. Duurzaamheid. Het begint een beetje een containerbegrip te worden. Dus ik zou heel graag van jullie allebei, eerst Hans en dan Patrick, willen horen waar duurzaamheid voor staat. Duurzaamheid voor mij staat voor de wereld van morgen en de rest van ons leven. Het is wel bewezen dat we op deze manier niet door kunnen gaan. Dus er moet wat gebeuren om zeg maar de volgende eeuw te halen, enigszins. En dus het is ja, heel veel. Het bestaat uit energietransities, het bestaat uit isoleren van je huis. Het bestaat uit circulaire economie, dus goed omgaan met je afvalstoffen. En nou ja, dat alles bij elkaar is nog een hele klus. En duurzaamheid verbindt is wel een mooie titel, vind ik ook, omdat wij het met z'n allen moeten doen. En we kunnen niet alleen, dus we moeten samenwerken. Nou, daar is ook het podium voor ingericht. Oké, duidelijk. Patrick, voor jou als architect, of duurzaam architect? Als architect inderdaad beperk je niet alleen tot en met het gebouw. Maar je kijkt ook verder dan het gebouw. Want elke beslissing die we gewoon nu nemen heeft gevolgen voor de toekomst. Dus ik probeer bijvoorbeeld, als ik kijk naar de Stad van de Zon. Daar is van alles gebouwd, heel duurzaam. In Heerde Gewaard is dat, hè? Dat is in Heerde Gewaard. Heb je prachtige woningen met 3 zonnekoortoren bijvoorbeeld op de gevel. Dat was toen echt helemaal hip. En uiteindelijk heb ik daar bijvoorbeeld het meest energiezuinige gebouw gemaakt. En dat was gewoon eigenlijk een ouderwetse boerderij. Dat hebben we met aardwarmte en zonnepanelen hebben we dat toen, 16 jaar geleden, al voor elkaar gekregen. Dat was een voorloper. Ja, maar het is niet alleen kijken naar het gebouw, het is ook kijken naar de omgeving. In dat geval bijvoorbeeld, wat ik net noem, hadden we last van zoninstraling. In de grote zijpuien hadden we. Veel glas. Dus wat ga je dan doen? Je gaat bedenken, hoe kunnen we dat oplossen? Je kan natuurlijk zonwering doen. Maar we hadden bedacht, van als we nou gewoon daar een hele mooie boomrij gaan maken, houdt de zon tegen in de zomer. De bladeren vallen af in de winter, hebben we weer prachtig warmte binnen. Hoeven niet te verwarmen weer binnen. En de boom natuurlijk ook de CO2 die het uit de lucht neemt. En dus een goede combinatie tussen natuur en bouwen. En eigenlijk. De hele bebouwde omgeving natuurlijk. Ja. De doelgroep zijn, Hans, ondernemers voor het duurzaamheidspodium. En wie mogen er nog meer komen? Eigenlijk mag iedereen komen. Kijk, het mooie ervan is dat we voorbeelden willen laten zien van ondernemers die al op weg zijn. Noem eens iemand. daar zit ik naast. Maar jullie gaan er een hele dag, een heel congres aan wijden. Nou, meneer Toes is al aardig op weg met zijn industrie om daar een bijdrage aan te leveren. Maar we hebben ook iemand uitgenodigd, meneer Kornstra, die daar die verder in het land ook allerlei projecten doet waar duurzaamheid een grote rol speelt. En doen we natuurlijk zelf ook, want we willen niet meer met een wijk bouwen waar aardgas naartoe geleid wordt. Dus we zijn zelf ook ondernemer daarin die zorgt voor een duurzaamheidsaspect. En dus de gemeente is ook op dezelfde niveau als de ondernemers? Nou, wij zijn net al het filmpje gezien van elektrische auto's. Ik denk dat als wij het voorbeeld niet geven, dat andere mensen rustig blijven zitten van nou, het zal mijn tijd wel duren. Maar dat kan ooit zo zijn. Ik heb ook in de krant gezet van nou, duurzaamheid begint bij jezelf. Als niet iedereen dat doet, dan wordt het helemaal niks. En de ondernemers die zijn ook behoorlijk aanwezig in deze regio. Dus die kunnen daar een behoorlijk steentje aan bijdragen. Er zijn heel veel daken bij industrieterreinen waar nog heel weinig zonnecollectoren op liggen of zonnepanelen. Wat is in het voor mij als burger in Schagen? Nou, als jij als u komt, meneer Mousseau, dan ik weet niet of u naar binnen mag, maar ik denk het wel. Dan kunt u ook leren van ondernemers hoe zij dat doen. Kijk, misschien u heeft volgens mij al een vrij neutraal huis als het gaat om energieverbruik. Dus dan betekent u dat u goed op weg bent. Maar niet iedereen heeft dat. Nee, dus jullie willen eigenlijk dat de ondernemers een voorbeeld gaan stellen. Ja. En dat de bewoners van Schagen dat gaan volgen. Er is een ondernemer die maakt van regen bier. Nou, dat lijkt me een ideale combinatie. En die komt ook. Die komt ook. Nou ja, kijk. Ja, dat is wat van rode wijn, zo, dat weet ik. Maar er is een treintje komen die van regen rode wijn maakt. Dan die hebben wij gehad 2000 jaar geleden, dus dat probleem is opgelost. Hans, nog even een vraag. Want jullie zijn ook de samenwerking aangegaan met scholen. Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Ja, we hebben een idee van Jan Terlouw aan ons verbonden. Dat is de toekomststoel. Die staat bij ons in de collegekamer. Dus eigenlijk is het zo dat elk besluit dat wij nemen, dan kijken we even naar de toekomststoel. Van nou, wat betekent dat nou voor de toekomst? Moment. Voor ons is het duidelijk, de toekomststoel. Jan Terlouw heeft dat neergezet. Wie zit er op die toekomststoel? Niemand. Kijk, dat is wat ik weten wilde. Daar zit niemand. Nee, anders zouden we niet zien dat het de toekomststoel is. Okay. Dus en die toekomststoel is leeg en die moet gevuld worden door... De toekomststoel is leeg en het is de bedoeling dat eigenlijk elke ondernemer aan zijn staftafel of zijn MT-overleg een stoel heeft staan waaraan hij even kijkt als hij een besluit neemt over de toekomst. En die stoel is ingericht, ingekleurd, beschilderd door leerlingen van basisscholen. En ik sjouw die stoel, nou, ik heb hem nu niet mee, want hij kon niet achter op de fiets. Ja, jammer, gemiste kans. Maar die ga ik nog wel een keer laten zien. Maar die komt op de tiende van de tiende, komt die prominent in beeld. Ja, wij kijken even naar de stoel. Ja, ik meer dan Jelle, denk ik, maar... Of niet? Omdat ik nog meer toekomst voor me heb. Een toekomststoel staat natuurlijk voor de toekomst. Onze kinderen, onze kinderen, 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 kinderen. Dat gaat natuurlijk door. Yes. En dat is eigenlijk de toekomst. En die stoel moet dus ook een prominente plek krijgen op die dag. En het mooie is dat we meerdere kinderen verbonden hebben, ook van het regio's, die allerlei interviews gedaan hebben en die ook een beeld hebben van hoe de toekomst eruit moet zien als het gaat om duurzaamheid. En we hebben in Holland betrokken, Hogeschool in Holland, om ook heel veel ondernemers te interviewen hoe zij die toekomst in willen kleden. En zijn daar al resultaten nee, van? Nee, die gaan wij. Dan moet je komen, hè? Dan moet je komen, oké. Okay. 10 oktober. Ja, dat ga je niet nu met ons doen. En dat is een hele dag, is dat? Nee, het is een dagdeel. We beginnen met een netwerkontbijt om 7:30. En we gaan rond Hoe noemden wij dat? Een energieontbijt. Netwerk, volgens mij een energieontbijt. Ja, goed, maar... Dus dat is slurven, smurven en verse thee. Allerlei leuke smoothies. Okay. Energiek ontbijt. Hey Patrick, en wat ga jij daar precies doen? Als lid van het bouwteam van Fit for Lady. Want Fit for Lady bouwt nu een nieuw bedrijfspand. Ja, dat is bijna klaar. Nieuwbouw staat op het Haalpark. En Simco en Nathalie die kwamen bij mij van... Oké, wij willen het nieuwe pand voor Fit for Lady. Hoe gaan we dat aanpakken, Patrick? Ze begonnen in ieder geval heel enthousiast van energie nul. Alles moet zelfstandig. Energie-neutraal, dat wilden ze. Energie-neutraal, geen gas ook en al dat soort zaken. Dus dan wordt die vraag gesteld. En, nou, ik kan niet alles alleen, dus ik ga beginnen mensen erbij te zoeken. We hebben uiteindelijk Wever uit Waaland erbij gehaald als aannemer. Smit. Wat is dat nou veel duurder als je 100% duurzaam wil bouwen? Ja. Nog wel? Het is gewoon, je investering is hoger. Mm-hmm. En meestal na een jaar of 6-7 hebben we berekend dat in ieder geval het rendabel gaat worden. Dus daarna gaat het de goede kant op. Dus jullie gaan tijdens het duurzaamheidspodium eigenlijk vertellen hoe de bouw tot stand is gekomen en wat jullie allemaal hebben toegepast? Ja, alle technieken die zijn toegepast gaan vertellen, maar ook duurzaam ontwerpen. Dat heeft ook mee te maken natuurlijk een goede detaillering, goede materialisatie. Zodat we over 10 jaar nog een keer rondlopen daarom. En dat we kunnen zeggen, het is nog steeds een mooi gebouw. Maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ze vragen om een bepaald programma, de opdrachtgever. Maar het mooiste is altijd, als je een gebouw kan ontwerpen, dat meerdere programma's in zich kan herbergen. Dus we moeten ook gewoon kijken, het is gewoon lekker hoge plafonds hebben we, vrij indeelbaar alles. Alle wanden die erin staan, die kunnen zo uit en dan kan een andere indeling. Dus stel, het gaat heel goed met ze en over 10 jaar gaan ze eruit en gaan ze wat nieuws bouwen. Kan iemand anders daar heel makkelijk weer inspringen? Ja. Hergebruik van het gebouw. Heb je er zin in? Waarin? Om dat te doen. Lijkt het je leuk? Ja, maar we zijn al volop bezig. We zijn al bijna het afronden. Nee, ik bedoel om te spreken tijdens het ondernemingsplanje. Oeh, ja. Je moet mensen enthousiasmeren. Dat is het leuke eraan. Je kan je ervaringen delen. Je kan mensen hopelijk altijd helpen daarmee. Als ze vragen hebben. Dus wat dat betreft heb ik wel zin in. Leuk. Dit is business to business. Ik bedoel, jij als ondernemer helpt een ondernemer. Mensen die gewoon gaan wonen of willen wonen, wooncompany, gaan die ook dingen doen? Of blijft het toch ergens way upon the level voor de gewone burger die met intochtige huizen blijft zitten en gigantische rekeningen heeft? Nee, dat is... Als ik kijk naar wooncompany, dan ben ik nou bezig met 20 woningen in Callensoog bijvoorbeeld. En dat gaan we ook allemaal redelijk duurzaam. Niet energie op de meter, want dat gaan we gewoon niet redden in de sociale woningbouw.
Maar als ik kijk wat die aan het renoveren zijn in Schagen, waardoor het gebouw gewoon de woningen langer kunnen leven als het ware. Ja, dat is toch ook weer dus een soort duurzaamheid. De wooncompanies doen ook mee? Iedereen doet mee op dit moment. Je moet wel. Want... Nou ja, je moet wel. Je kan ook zeggen, wie gaat dit betalen en naar mij de zondvloed. Nee, maar je kan gaan denken over wie gaat het betalen, maar je kan ook denken, wat levert het ons op? Want dat is het, hè? Het is duurzaam, is people, planet, profit. Dus dat is de profit. Ja. En dan hebben we het over de planet gehad. Maar wat doen we voor de people tijdens het duurzaamheidspodium? Nou, inspireren. Dat is wat de collega aan de overkant ook aangeeft. Wij proberen de ideeën die al ergens uitgevonden zijn... om die weer verder te brengen naar andere mensen. En dan is dit een voorbeeld vanuit de bouw. Maar dat kan op allerlei gebied. Het zijn ook mensen die verstand hebben van geld en subsidies. En hoe dat te verbinden. En meestal is het zo dat mensen denken, tenminste dat idee heb ik dan... dat het heel moeilijk is om ergens aan subsidie te komen. Maar we hebben een paar voorbeelden van ondernemers die zeggen... nou, dat is helemaal niet zo moeilijk, dat doe je zo en zo. En dat is het mooie van die dag. Je kunt het gewoon absorberen en je kan er je voordeel mee doen. Ja. Maar waarom doet gemeente Schagen dat? Jullie dat gewoon op je handen kunnen gaan zitten? Het zijn wij niet de types voor om op onze handen te gaan zitten. Ik gaf net al aan, als wij het goede voorbeeld niet geven... dan gaat iedereen misschien wel achterover hangen. Dat is onze rol, vind ik ook, om aan te geven bij de autootjes. Wij moeten het voorbeeld geven van elektrische auto's en we gaan dat steeds verder uitrollen. Dus dat is een duidelijk andere insteek van gemeentelijke organisatie, gemeentelijke planning, gemeentelijke ideeën, dan dat het vroeger was. Ja, het is veel proactiever. Ja, dat zo voelt het ook. Maar de urgentie is er ook. En de Rijksoverheid heeft ons natuurlijk een paar klimaatdoelen... met een paar klimaatdoelen opgeschreven die we graag willen halen. Nou, dat moeten we dus wel doen door zelf initiatief te nemen. 2020 is dat toch? Dan moeten er toch een aantal doelen zijn? Ja, er zijn er weer een aantal die aan de beurt komen. En noemen ze een concreet doel dan? Ja, dat is wel een heel lastig, want dan moet ik met percentages gaan. En die heb ik niet echt helemaal paraat. Die staan in de beschouwing. 10-10. Gaan we het allemaal horen? Ja, dan gaan we het zeker horen. En dan, daar zit ook nog bij dat wij aan het einde van die dag... want je bent het afgeronden, neem ik aan. Jij hebt hier vaker gezeten, zeker. Dat wij een belofte vragen van deze ondernemer. Wat ga jij nou het komende jaar doen om mee te werken aan duurzaamheidsdoelen? En die belofte die gaan we dan ook opnemen. En we hopen nog mensen te laten pitchen op het podium. Het is natuurlijk vrijblijvend om erheen te gaan... De vrijblijvendheid mag er wat mij betreft wel een beetje af. Lekker makkelijk, dat kan niet meer. We moeten door. We moeten aan de slag. En die belofte die willen we graag horen. En welke belofte ga jij doen aan het eind van de dag, Patrick? Ik hoop gewoon dat de mensen gaan samenwerken met elkaar. Op dit moment is iedereen gewoon bezig op zijn eigen kaveltje, op zijn eigen kleine domein een oplossing te zoeken. Ik denk niet dat dat een oplossing is op langere termijn. We moeten gewoon met z'n allen samen gaan werken. En ik kan zat oplossingen bedenken, maar ik hoop gewoon mensen te inspireren. En... Meer openheid, meer transparantie en dat is een heel belangrijk doel van dit podium, denk ik. Ik wens jullie heel veel succes en plezier met de voorbereiding. Dank je wel. Ook de gast bij ons, Willeke de Jong van de Bos der Omarming. Ik ga even uitleggen wat het is. In het deel van natuurgebied Wilde Rijk in Sint Maartenszee wordt het na de herfst mogelijk herdenkingsbomen te planten ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Een plek waar ouders naartoe kunnen gaan om hun kind te herdenken. Ja, Willeke, leg uit. Bos der Omarming. Ja, dan kan ik het beste doen als we aan het begin beginnen. Doe dat. Initiatiefneemster, Gata, die heeft toen de tijd een boom geplant voor familie. En het gaf zo'n troostgevoel en het was zo'n samengevoel. En ook dat je vorm kunt geven aan je verdriet en aan het gemis. Dat voldeed heel mooi. Even later verloor ze in haar omgeving een jongere. En het was zo'n enorm gevoel van onmacht dat ze dacht... hoe kan ik dat omzetten, dat gevoel in onmacht, in iets wat er kan komen. En dat bleek toen, dat was de geboorte van het Bos der Omarming eigenlijk, die gedachte. Wat mooi. Ja. Het is toch een landelijk project, of niet? Nee, we zijn eigenlijk een burgerinitiatief uit de Halgemeentes. Heerengewaard, Alkmaar en Langedijk. Ja. We hebben het ook als burgerinitiatief ingediend, in de raad geweest... en kunnen presenteren en eigenlijk alleen maar alle lof gekregen. Althans, alle goedkeuring. We hebben toen een stuk grond aangeboden gekregen... als uitbreiding van het
mijn ambacht. Mm-hmm. Nou, daar zijn we eigenlijk, nu komen we daar wel, 2020. Ja. Dat kan ik nu wel hardop zeggen. Ik moest even mijn best doen om daar ook in te geloven. Want het was 2013, 2017, zo. Door allerlei procedures was dat er niet van gekomen. Ondertussen zijn we dus om ons heen gaan kijken. En met Landschap Noord-Holland kregen we contact. En daar is deze prachtige samenwerking uitgekomen. Die hadden een bosgebied met dode iepen of zieke iepen. Ja. En ze wilden dat opschonen. En in, ja, dat was een goede timing dat we elkaar vonden. Kunnen wij dat bos eigenlijk gaan inrichten met herdenkingsbomen voor overleden kinderen. Kan je de titel... Sorry dat ik er doorheen fiets. Nee, maar het klinkt heel mooi, maar bos der omarming. Uh-huh. En waarom niet bos der herinnering of bos der gedachte? Of vanwaar het woord omarming? Gaan jullie de bomen vasthouden? Of, Nee. Wat is het idee? Is dat wel een mooi dat u dat zegt, want dat hebben we wel eerder als... zo is het eerder begrepen, maar het is meer figuurlijk, het omarmen. De kinderen die zijn overleden, kijk, dat hebben we allemaal. Dan gaat je hart open, dan heb je een soort warmtegevoel of een omarming. Is niet meer tastbaar. Ja. Nee, dat is niet meer tastbaar, dat is waar. En het is ook een soort, daar komt het woord verbinding weer. Dat is wel een mooi woord wat vaker genoemd wordt natuurlijk. Maar ik denk dat het heel veel verbinding geeft als je daar doorheen loopt. En elke boom is geplant voor een overleden kind. Komen er ook bordjes of teksten of dingen bij? Of zijn het at random bomen waar alleen de mensen die hem geplant hebben weten dat dat hun boom is? Nou, dat laatste is het verhaal. Maar natuurlijk hebben we het Wildrijk is een prachtig bos. We krijgen een gedeelte daarvan. Dat willen we wel kenmerken van hier is het bos der omarming. Dat is niet het hele Wildrijk. Onze beeldmerk worden grote keien. Nou, zo'n mooie, echt grote keien waarop kan klimmen enzovoort. En wordt het op de plekken waar de paden zich ontmoeten, waar het bos begint. Ga maar door. Daar komen die keien, dus daar is aandacht herkenbaar. En er komt een mooi bord met een gedicht. En dat gedicht dat is eigenlijk, dat zegt alles waarom het bos er is. Ja, streep hun dat naam niet door. Dat staat op jullie website. Ja. En ik wilde eigenlijk dit interview beginnen met dat gedicht. Ja. Maar dat raakte mij zo erg. Ik dacht, als ik dat ga voorlezen, dan ga ik huilen. Dat is zo mooi, want het klopt helemaal. Het klopt zo. Ja. En het is ook, in het bos komt de nadruk op het leven. En niet om verdrietig te zijn, maar juist om verder, daardoor kun je verder leven. Dat zegt dat hele gedicht ook, streep hun naam niet door. Want als je dat doet, kan ik niet verder. Ze zijn de toekomst van mijn bestaan. Vraag niet van mij om door te leven zonder dat ik hun naam Je hebt noem. Het over u, en, maar dat klinkt dan heel erg volwassen. Uh-huh. Is het voor alle mensen die overleden of is het specifiek voor kinderen of jong volwassenen? Ja. Of waar, hebben jullie grenzen getrokken? Die grenzen, die vraag krijgen we nu veel, vinden we heel erg moeilijk. Ik bedoel, een kind blijft je kind. We hebben wel bedacht, dat is eigenlijk de gedachte erachter. Juist dat grote gevoel van onmacht was. De jongen is overleden, heeft zijn talenten niet kunnen ontwikkelen. En er zat zoveel, daar willen we eigenlijk een soort, het bos noemen we dan ook het monument voor de verloren gegane talenten. En dan is de boom dan ook nog een metafoor, als de boom groeit. Ja. De bomen, want jullie hebben op een gegeven moment, denk ik, samenwerking gezocht met de Nationale Boomplandag. Of kwamen zij bij jullie? Dat was heel vroeg dat ik daar ooit een keer aan tafel zat van hoe... En ja. Ja, ja. Want op 24 november worden de bomen geplant. Ja. Maar je kunt een boom aanvragen. Ja. Hoe werkt dat? Leg eens uit. Nou, we hebben gekozen als stichting voor 7 verschillende bomen. In het Wildrijk kan er eentje niet geplant worden. Dat is de willig, hoort wel bij onze 7 bomen. Die in het Geesmeer Ambacht wel geplant kunnen worden. Die 7 bomen hebben we omschreven met hun eigenschappen en hun symboliek. En dat maakt ook dat je dan ergens een gemotiveerde keuze kan maken. Een laatbloeier of een vroegbloeier. Of hij laat het licht door. Of onder, juist omdat hij dan meer licht geeft, kan daaronder zich meer ontwikkelen. Of het is juist een sterke. Een berk is ranker en fijner. Nou, zo hebben de bomen kort beschreven. Dus je kunt 1 van de 7 bomen kiezen. En die kun je op onze site zijn die uitgebreid beschreven. En kun je ze aanvragen. En kost dat geld? Of? Ja.
Kost geld. Het is, we hebben €150 per boom berekend. Daarin garanderen we dat die 15 jaar staat. Het bos wordt wel onderhouden. Of het bos der omarming is het monument. Dus alle aangeplante bomen worden onderhouden als bos. Ja, dus het is eenmalig 150. Eenmalig 150, ja. En, ja. Nou ja, er staan dus geen bordjes bij, maar wordt er dan wel ergens geregistreerd dat jouw boom voor jouw kind is? Nou, ik heb een plan, maar dat moet nog, dat heb ik al uitstaan bij verschillende scholen. Maar hè, dat is nog niet gebeurd. Wat we heel graag zien is dat er een soort inrichtingsplan of een soort oppervlaktetekening is. En dat je dan op de site kunt kiezen of kunt zien waar die boom staat. Dat zou mooi zijn. We hebben ook een virtueel bos der omarming, juist omdat we zo lang moesten wachten op ons bestaan. Dat bos, daar staan bomen en daarin kun je een persoonlijke boodschap, het verhaal van je kind. Het is een bos vol verhalen. En die staan op onze site. Dus dan kan je ook kijken waar die staat. Maar je kunt natuurlijk ook kijken bij die boom in het virtuele bos. Ja. En met welke scholen zoek je dan de samenwerking? Ja, nou, zijn dat de hogere scholen of juist de basisscholen? Nee, Wageningen gedaan. Dus echt een ICT-opdracht worden dan. Ja. En dat er een QR-code achter de naamsvermelding staat. En dat je met die QR-code dat verhaal en de plek van de boom kunt zien. Nou ja, wie weet is er een kijker met connecties. Ja. En die kan zich bij ons melden en die sturen we dan door naar jou. Dat is eigenlijk, 22 oktober, voor 22 oktober kunt u zich aanmelden via www.hetbosderomarming.nl. En dan wordt 24 november denk ik een hele speciale dag. Ja, dat denk ik, dat weet ik wel zeker. En dan wens ik jullie ongelooflijk veel succes. En ja, ook plezier bij toe. En ik hoop dat heel veel mensen zich aanmelden. Dank je wel. Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Anna en... Waar ben je? Irma. Ik ga even zo aan deze kant staan. Dochter en moeder. Waarom heet u niet eigenlijk Irma en Anna? Want dan is het moeder en dochter, dat is zo... Dat zeggen we altijd zo. Waarom is het omgekeerd? Nou, Irma zegt altijd dat ik het belangrijkst ben. Dus dat ik vooraan mag komen in de naam. Toch? Ja, nou ja, het is ook jouw zaakje en zo. Anna is hiermee begonnen en ik mocht erbij. Ik zag Anna en Irma voor het eerst tijdens Rondje Piano. En Kitty ook. En wij waren op slag helemaal om. En toen ging ik jullie googlen. En toen stond er dus moeder en dochter. En toen ontmoette ik jullie. Nou, ik wou het niet geloven. Ik geef hem toch nog een keer het compliment. Dankjewel. Jullie spelen op feestenpartijen, ook op uitvaarten. Anna, speel jij. En ik ben we hebben net het mooie verhaal van de Bos der Omarming gehad. Wat is nou het nummer wanneer jullie dat spelen wat het meeste raakt? Dat je even naar elkaar kijkt en dat je even wat weg moet slikken. Nou, we hebben meerdere favoriete nummers die we, zeg maar... Soms wil je mensen een klein beetje raken, een beetje ontroeren. En soms vooral niet. We zijn allebei ontzettend fan van Queen. En dan maakt het eigenlijk niet uit of het een vrolijk nummer is of wat minder vrolijk. Maar voor ons favoriet is wel Love of My Life. Dat vinden we echt prachtig. En dan is er even een knipoogje tussen moeder en dochter. Ja. Ja. En wat zijn nou de succesnummers op feestjes? Als je denkt, nou, er moet even een beetje pit in. Wat spelen jullie dan? Nou, we zijn allebei heel dol op het nummer Everything van Michael Bublé. Dat is een heel vrolijk nummer. En de laatste tijd hebben we ons repertoire erg uitgebreid met bijvoorbeeld Leef van André Hazes. En Take Me Home Country Roads, maar dan de vlotte versie. En dat soort echt muziek. Ja, dat klinkt heel goed. Ik ben natuurlijk bijzonder benieuwd wat jullie nu voor ons gaan spelen. Ja, we hebben een nummer gekozen wat een keer is ingezonden voor het Songfestival door Waylon en Ilse. Calm After the Storm. En ja, dat is voor ieder wat wils, vinden wij. Nou, mooi. We gaan luisteren. Dank jullie wel. Driving in a fast lane, counting my moccasins. The empty seat beside me keeps you on my mind. Living in a heartache was never something I pursued. I can keep on chasing what I can be for you. Ooh, skies are black and blue.
storm. Tears on a highway, water in my eyes. This rain ain't gonna change us, so what's the use to cry? I can say I'm sorry, but I don't wanna lie. I just wanna know it's staying, it's better than goodbye. Ooh, skies are black and blue, thinking about you, hearing come after the storm. Ooh, after all that we've been through, there ain't nothing new hearing the come after the storm. Maybe I can find you down this broken line. Maybe you can find me, I guess we know in time. Ooh, skies are black and blue, thinking about you, hearing the come after the storm. Gollum, die zou je niet uitnodigen voor een feest. Daar zou je een feest omheen geven. Bijna wel, hè? Ja, hè? Zullen we een feestje geven? Ja, gave stemmen zeggen. Dank jullie wel. Afgelopen dinsdag werd bekend dat de monumentale boerderij aan de Molenweg 1 in de Waldevaart in Schagen wordt verkocht met de naastgelegen dierenweiden. Dit voor een marktconforme prijs met bij voorkeur een maatschappelijke bestemming en met de mogelijkheid voor lichte horeca. Aldus de krant. Wij praten met wethouder Jelle Beemsterboer en een van de initiatiefnemers, André Wijnker, namens de bewoners van de Molenweg, om de boerderij in gebruik te nemen als sociaal project met kinderboerderij. André, om te kunnen kopen dient er een verplichting van een gezond businessplan te zijn met een aantoonbaar streven naar draagvlak in de omgeving. Nou, volgens mij past dit precies binnen het plaatje van jullie stichting, of niet? Dat klopt. Ja. Wij hebben een mooi plan en we zijn erg behept als molenweggers en als buurt met de boerderij. Dat gaat ons heel na aan het hart en wij hebben daar een heel plan omheen bedacht en, om de boerderij en de weide in stand te houden. En daar gaan wij voor de volle 100% voor. Maar ik heb het plan gelezen. Jullie zeggen we gaan allerlei maatschappelijke activiteiten organiseren. Ja. Bijvoorbeeld contacten met zorginstellingen. Ligt het eens een beetje meer toe, dat mensen thuis ook weten waar het over gaat? Nou ja, wij hebben een lokale zorginstelling hebben we benaderd. Die is heel serieus met ons gaan denken. En daar hebben wij bedacht dat wij een hele goede samenwerking daarmee willen organiseren. Die hebben een aantal mensen binnen zitten die heel graag en heel erg naar buiten moeten. En dat zijn mensen met een verstandelijke beperking? Dat zijn mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. En die staan te popelen om deze jongeren en ouderen naar buiten te brengen. En dan praat je heel simpel over een het verzorgen van dieren, het planten van een tuintje. En het simpel omgaan met je handen in plaats van. Dat bedoel ik niet verkeerd, maar ja, er worden natuurlijk best wel veel vogelhuisjes gemaakt. Maar je kan ook hele andere dingen doen met rondom zo'n boerderij. En we kunnen het onderhoud zelf gaan doen. We willen de boerderij helemaal in oude stijl herstellen. Er zitten plastic dakgoten op. Ja, dat kan je natuurlijk geweldig met een groep enthousiastelingen en daar iemand bij weer heel rustig in oude staat herstellen. En dat is wat wij willen. En
Dan wij willen heel graag dat de boerderij open blijft voor Schagenezen en voor iedereen. De kinderboerderij. Die, de boerderij. Ja. We willen dat, dat we. We, zijn, we vinden dat iedereen daar recht op heeft. En die heeft recht om in die boerderij te mogen komen en daarvan te genieten. Maar ik snap de kinderboerderij, snap ik. Dan ga ik met mijn kinderen heen en dan gaan we geitjes aaien. Maar wat gebeurt er in de boerderij dan? In de boerderij. Moet ik mijn hele plan nu gaan vertellen? Nou, je mag het heel kort. Ik heb iets gelezen over een bed and breakfast. Ik heb iets gelezen over... Ja, weet je, alles kost geld. En je hebt natuurlijk een... het is begonnen met de weide. Want we willen heel graag de weide in stand houden. Dat willen we als buurt. Ik zit hier namens de buurt. Hè. Ik zit hier niet voor mijn eentje. Voor mezelf. Nee, je bent voor een van de initiatiefnemers. Ja. Ja. Wij willen graag die weide in stand houden. En die weide die hoort bij de Waldervaart. Sterker nog, de Waldervaart was er nog ineens en die was die weide er al. Dat is een deel van ons leven. Er zijn mensen die daar komen wonen om die weide. Die weide bepaalt 100% de uitstraling van de hele molenweg in de buurt. Het buurtje is het oudste straatje van Schagen, de oudste aanvoerroute van Schagen. Wij willen ons daar hard van maken. Dus die weide, die vinden wij sowieso, die moet behouden blijven. Nou, daar hadden wij dus een plan voor. Zijn we met meneer Beemsterboer aan tafel. Ik mag Jelle zeggen ondertussen. Zo vaak hebben we elkaar gesproken. Zijn we om tafel gezeten, hebben we die 4, 5, 6 gesprekken gehad misschien wel. Ik ben al een jaar bezig hiermee. We zijn volgende week ben ik precies 1 jaar bezig hiermee. Zijn we een aantal, hebben we leuke dingen bedacht om... uiteindelijk te kunnen zorgen dat die weide zou kunnen blijven staan. Ja. En, wat is dat, uiteindelijk zeg maar het... zijn we doorgegaan om te kunnen zorgen om die boerderij te behouden. Dus de prioriteit ligt bij de weide, wat jullie betreft. De weide is beeldbepalend, de weide is historisch. De weide, daar heb ik ook met mijn kinderen nog de geiten geuitvoeren. Mocht toen ook al niet. Maar, en de Westfriese paarden hebben we daar ook bekeken. Dergelijke. Dus jullie willen die weide... Dat niet verloren gaat. Sowieso. Dat is sowieso. Dat mag nooit verloren gaan. Ja, nee, nooit bestaat niet. Nee. Maar het gaat jullie primair om de weide. Het ging primair om de weide. Daarna is de boerderij erbij gekomen. Die hoef je toch niet dan? Kan ik misschien Jelle even aankijken. Die heeft gezegd van we gaan de weide splitsen van de boerderij. Nou, toen zijn er opeens hele andere plannen bedacht. En toen dacht ik van, oké, nou ja, dan kunnen we een en ander wel gaan combineren. Omdat we dan, dan houden we het geheel in eigen hand. We zijn namelijk erg bang dat er op wat voor ook manier dat onze straat gaat veranderen. En door dit plan helemaal te gaan doen, hebben wij als buurt en als buurtgemeenschap, hebben we gewoon... een aantal dingen in eigen hand. En dat is fijn. En dat is toch perfect, als buurt het initiatief nemen om deze weide te handhaven. Ik denk dat daar wethouder Beemsterboer die omarmt dat. Om even een verkeerd woord te gebruiken. Maar die boerderij los daarvan. Ik heb ergens vaaglijk gelezen dat er nog wat plannen zijn om daar maatschappelijk verantwoord tegen een sub-optimale opbrengst... nog iets te gaan doen waardoor het een het ander versterkt. Ja. Ik zie daar het probleem niet. Dus jullie hebben de weide en anderen gaan iets met de boerderij doen. Ik zie dat probleem ook niet. Wij willen met een heleboel mensen samenwerken. Een aantal mensen hebben ons ook benaderd. Ook voor dinsdag al. Ik ben in de afgelopen 6 maanden ben ik al door een aantal mensen benaderd... die dit samen met ons willen gaan doen. Perfect. En ook andere zorginstanties. Hoe zit de wethouder erin? Ik bedoel, inmiddels... niet qua geitjes aaien, maar het verkopen. Er waren een paar amendementen. Er was natuurlijk weer zo'n VVD-amendement die wil de kolen en de geit sparen... en het moet veel opbrengen, want het mag niks kosten meer van die narigheid. Dat is gelukkig van tafel. Maar jullie hebben daar afgelopen dinsdag... Dinsdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen. Wij hebben de gemeenteraad voorgesteld om de boerderij te verkopen als woning... en de groenbestemming bij de kinderboerderij te houden... De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten de boerderij te verkopen, inclusief de dierenweide. En daarbij ook meerdere bestemmingen mogelijkheid te geven, waaronder maatschappelijke bestemmingen. Maar ook bijvoorbeeld het pannenkoekenhuis heeft in de media gestaan. Maar zo zijn er denk ik nog wel
Nou, toch wel zo'n 10 initiatieven waarvan ik verwacht dat ze mee zullen dingen voor... Om ons een beetje een beeld te geven. Nou, veel mensen die zouden willen wonen, ook een aantal maatschappelijk. Wat is maatschappelijk wonen? Nee. Wonen is... Wonen is gewoon thuis, ja, douchen, invulling. Ja, ja. Dat is maatschappelijk. En maatschappelijk is bijvoorbeeld een zorgboerderij. Of dat kan je bijvoorbeeld denken aan dementerende ouderen... waar veel zorg naar gezocht wordt. Of mensen met een handicap. Of dagbesteding. Dat soort functies, dat valt onder maatschappelijk. Ja. En hoe wordt er dan uiteindelijk bepaald wat daar op een bepaald moment gaat komen? We zullen een biedingsproces ingaan. En dan wordt het... Dan wordt het in de markt gezet voor de hoogste bieder. Dat is sowieso verplicht. Het hele en katje? Of, het hele of... katje, dat is wat de raad besloten heeft. Dan gaan we nog wel even kijken hoe we dan met die weiden omgaan. Want we willen daar natuurlijk wat groen beschermen. Dus daar gaan we nog wel even op puzzelen. Hoe we dat op een nette manier doen. En daarbij zijn we nog wel aan het kijken of mensen die bieden met een maatschappelijke bestemming... daar een soort... dat we een lager bod accepteren. Zeg maar als je €100.000 onder het hoogste bod zit, dan accepteren we het alsnog als hoogste bod. Zoiets. Maar je kunt niet zo heel veel zonder als gemeente in Europese aanbestedingsrecht te komen. Maatschappelijk hier in de gemeente. Van hoeveel van dit hebben we en hoeveel van dat hebben we? Hoeveel, sorry dat ik het zeg. Niet op incidentenbasis. Nee, er zijn nogal wat aanleunzorg, mantelding-toestanden. Maar ik kan nergens een behoorlijke pannenkoek eten. Er zijn heel veel maatschappelijke bestemmingen, maar er is ook heel veel zorg nodig. Hè? Kijk, het aantal dementerenden gaat de komende 15 jaar ongeveer verdubbelen. Dus het dat aantal, is echt wel een hele ouderen grote... wat met hun kleinkinderen wil gaan pannenkoeken eten, dat wordt ook gigantisch. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb maar het niet persoonlijk gevraagd. Maar we hebben toch eens graag een brug, een enorm oud gemeentehuis waar dementerende komen te zitten. En dus maatschappelijke bestemmingen zijn ook... Er zijn heel veel partijen in de markt die maatschappelijke bestemmingen willen. En de maatschappelijke bestemmingen hebben over het algemeen wel een iets lagere waarde dan wonen of horeca, waar we net over spraken. Dan is dit toch een van de hoofdpijndossiers waar je meteen klaar mee bent. Hij krijgt de weide, de pannenkoeken gaan aan de andere kant zitten, klap erop, klaar. Nou, dat is uiteindelijk niet, daar is uiteindelijk niet voor besloten. In eerste instantie was gekeken of de gemeente de weide kon houden en boerderij kon worden verkocht. Ja, maar Jan mag een week wel geen geitjes voeren, zei hij. Nou ja, maar de gemeenteraad was unaniem uiteindelijk in het amendement. Dus daar is gezegd, we bieden het in één keer aan en dan... kunnen daar ook combinaties komen van maatschappelijk en de kinderboerderij, zoals eigenlijk ook het initiatief van de buurt is. Of combinaties van pannenkoeken binnen eten en een terras buiten waar je speeltoestellen en konijntjes André, hebt. Zeg maar. Toch veel dat zou allemaal praktischer nog zijn moeten blijken. Om alleen die kinderboerderij te hoeven doen. Want ik bedoel, tot in lengte vandaag moeten jullie dan die hele toko onderhouden. Het jaar heeft een beetje een rare wending gekregen. Want wij zijn, dat zeg ik, heel lang bezig. En we hebben tot 3 dagen geleden, was die weide gewoon los. En daar was helemaal niets aan de hand. En ineens, maandagavond of dinsdagavond zit ik op vergadering. En hoor ik een heel ander bericht. En hoor ik de gemeente 180 graden omgedraaid zijn ten opzichte van 3-4 dagen. Maar André, ik snap, dat is best een bizar. Ik snap dat je even moet schakelen. Maar is het dan niet zo dat jullie dan vervolgens met elkaar gaan zitten en gaan denken van oké, dan moeten we dus een partner gaan zoeken met wie we gezamenlijk dit plan kunnen gaan oppakken? Hebben jullie daar al over gesproken? Die hebben wij. En wij zijn, dat zeg ik, we zijn al lang bezig. We zijn niet zomaar even... Nee, dus jullie gaan meebieden? Natuurlijk. Dat staat buiten kijf, want het gaat ons aan ons hart. En dit is ook een project waar een heleboel mensen zich met ziel en zaligheid instorten. Ja. Dus dat is toch fijn. We zijn heel erg benieuwd. En we wensen jullie heel veel succes. Toch? Ik vond jouw idee ook wel aardig. Daar zijn we voor. Daar is hij van voor. Van denkt, zo heet dat. Daarom is die sidekick. Ik wil alleen nog even weten, wethouder, wanneer weten we meer? Nou, wij moeten nu de komende week, want de raad heeft dinsdag een iets ander besluit genomen dan wij hadden voorgesteld. We hadden voorgesteld alleen wonen. En de raad zegt, we willen ook aan bestemmingswijzigingen wel meewerken. Aan dit soort bestemmingswijzigingen zouden we mee willen werken. Dat is hun bevoegdheid, dus dat is fijn dat we dat nu weten. Dus we moeten even de verkoop daarop afstemmen en de documenten daarop in orde maken. Ik denk dat dat op zijn minst wel een paar weken duurt. En dan moet je mensen natuurlijk ook wel even de tijd geven. Meestal is dat zo'n maand of 3 om biedingen voor te bereiden. Dus begin volgend jaar. Begin volgend jaar kunnen we pannenkoeken eten en geitjes aaien. Ja, met alle plannen gaan nog terug naar de raad ter... Nee. Dit is een gesprek wat jullie straks... We moeten sowieso een verkoopprocedure starten en dat moet
van tevoren bekend zijn aan wie we zullen gunnen. Anders, we mogen het niet anders doen. Nee, okay. Ja. Dus. Duidelijk. En jullie mogen straks verder aan de bar nog even hierover soepen. Wow. Dank jullie wel voor dit gesprek. We kunnen het nu elkaar een hand geven. Anna Ursem en Irma van Selm, zijn jullie er klaar voor? Zouden jullie dan ons weer even willen trakteren? Ja. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Anna en Irma, Islands in the Stream. Nou, ik zie ons al zo wegvliegen, Mark, hè? Samen op dat eiland. De twee wethouders waren al zo tegen elkaar. Oeh, goed, dat klinkt goed. Ze zijn allebei al getrouwd, weet ik, maar misschien voor 12,5 jaar jubileum of zo. Kunnen ze inhuren, leuk. We gaan het hebben over de Lidl. En de kranten stonden de bol van. Social ging helemaal los. We hebben allemaal daar een mening over. En we praten daarover met wethouder Jelle Beemsterboer. Fijn dat je bent blijven zitten. Kunnen we dank gewoon je doorpraten? Dankjewel dat ik mag blijven zitten. Ja, mag blijven zitten. Het is tot nu geen enkele supermarkt gelukt om zich te vestigen op een bedrijventerrein. Het ziet ernaar uit dat de Lidl dankzij een foutje in het bestemmingsplan het wel gaat lukken. Echter, we hebben het risico met elkaar. De wethouder die wilde niet aan. Geen Lidl bij Oudshoorn.
Nee, nou, je begon zo mooi. Je zei, we hebben het zo lang volgehouden in de stad Schagen dat we geen supermarkten en Actions en Blokkers en allerlei andere dingen naar de industrieterreinen hebben laten gaan, zoals heel Frankrijk al de binnensteden vernacheld hebben, zeg maar. En ook heel veel steden in Nederland hebben we kapot zien gaan omdat trekkende functies die in het centrum zaten naar de industrieterreinen zijn gegaan, naar mooie goedkope panden waar de klanten toch wel naartoe komen, zodat mensen vervolgens niet meer van de horeca in het centrum gaan genieten of kleine winkeltjes in het centrum toe gaan en dan bloedt het centrum dood. En dat is het scenario waarom Schagen, vind ik, al decennia lang heel goed beleid voert om ervoor te zorgen dat trekkende functies in het centrum blijven. Wij schrokken ons dus te pletten toen bleek dat de Lidl een aanvraag zou voorbereiden om stiekem op een bedrijventerrein te gaan zitten. En dat heeft gewoon alles te maken met de fout die wij gemaakt hebben. Nou, zou dan de Lidl in zijn eentje... Nou, het was wel een beetje stiekem voorbereid. Zou de Lidl in zijn eentje dan die 6 andere supermarkten uit het centrum leegtrekken? Nou, het gaat niet alleen om die supermarkten. Maar stel nou dat Lidl 10% van de markt daar haalt en 10% van de mensen uit het centrum haalt. Die dus wat makkelijker even naar de winkel gaan en niet meer naar de winkel gaan en ook gaan shoppen. Nou weet ik gerust wel dat niet iedereen schoenen gaat kopen nadat ze boodschappen hebben gedaan, want dan zouden al die schoenenwinkels leeg raken. Maar als dat maar 1% is, supermarkten trekken echt heel veel klanten. Dus dat betekent wel dat je voor als winkelier, en er zijn heel veel mensen die denken als je ondernemer bent, dan hoef je nooit meer zorgen te maken, want dan verdien je genoeg. Maar er zijn echt heel veel winkeliers die heel hard voor hun geld moeten werken. En dus je zal maar net een winkelier zijn die denkt, ja, nou ja, die laatste 10% kon ik nog net niet hebben. En dat, nee, dat snap ik. Het is een risico. Maar je stelt wel een heel zwart scenario. Oh ja, nee, het is, zeg maar, er is een risico dat het gebeurt. Daarom willen we ze graag in het centrum hebben. Ik zou het fantastisch vinden als Lidl is gevestigd, maar wel in het centrum, zodat ze nog meer mensen naar Schagen trekken. Daar kan ik me voorlopig nog even niet over uitlaten. Maar als wethouder niet of als winkelend tuintje horen niet? Allebei. Eén locatie zou je over kunnen spreken, omdat dat toch nou, hoogstwaarschijnlijk niet gaat gebeuren. Er is in ieder geval geen sprake van. De Deen heeft aangekondigd in de media dat ze zouden vertrekken bij deze locatie. Stel dat de Lidl dan zegt, nou, als ze toch vertrekken, dan gaan wij op die locatie zitten. Dan heb je en die plek weer ingevuld en je hebt weer een trekkende functie in je centrum. Is dat groot genoeg dan? Nou, daarom kon ik zeggen dat het niet was, maar er zijn misschien wel andere plekken. Want het is zo dat er is een fout in het bestemmingsplan. Dus als ze het helemaal gaan uitvechten, zeg maar, dan bestaat de kans dat de wet aan de kant van de Lidl staat. Dat zou best wel kunnen, ja. En ga je dan met hand en tand verdedigen? Ja. Of wat is, ja. Dat is wel, krijgen dat we dat een is beetje wel een Jelle Donkey shot? Nou, dat zijn we nu aan het onderzoeken. We hebben in ieder geval Lidl aangegeven, joh, wij kunnen er 8 weken over doen om goed juridisch te onderzoeken of alles klopt. Want er zijn ook echt wel wat, het is bijvoorbeeld zwaar vervuilde grond, hoe zit een saneringsplan in elkaar? Het verkeer is een chaos daar waarschijnlijk, als je daar ook nog een keer bij de Zuiderweg die auto's op laat komen. Dus we moeten echt wel veel dingen tegen de loep houden. En daarna mogen we die 8 weken nog een keer met 6 weken uitstellen. Dus waarschijnlijk zullen we in de 14e week ongeveer duidelijkheid richting Lidl kunnen geven over het besluit wat we nemen. Dat kunnen 2 besluiten zijn of... Nou, we kunnen echt helemaal niks vinden. We gaan het gewoon toekennen. Dat betekent dat waarschijnlijk de dag erna alle andere supermarktketens en misschien ook wel andere winkeliers in het centrum richting de rechter gaan en uiteindelijk Hoge Raad van State. En dat kan nog een tijdje doorgaan. En het andere scenario is, wij vinden toch iets waarvan we denken, ja, op deze basis kunnen we niet vergunnen. Dan zal de Lidl tegen ons naar de rechter gaan, want zo werkt de wereld ook. En dat betekent dat we hoogstwaarschijnlijk over een paar jaar ook daar duidelijkheid over hebben. Ja. Maar je hebt er op dit moment als wethouder niet echt veel vrienden meegemaakt. Oren laten luisterend, hangen, kijken naar wat in jullie verkiezingsprogramma staat. Wij zitten dicht bij de burger. Nou, de burger die zit op dit moment very little in je nek, hoor. Nou, jij denkt dat in ieder geval het woord burger zou je nooit in een van onze verkiezingsprogramma's tegenkomen. Bevolking. Dus dat is een heel creatief citaat. Maar de... ik denk niet dat ik op deze plek zit en ik denk ook niet dat de gemeenteraad op die plek zit om elke keer te kijken waar zijn de meerderheden voor en dan gaan we die kant op waaien. Ik denk dat wij ook na moeten denken over die toekomstdoel van Hans, zeg maar. Wat zijn de effecten van keuzes die wij nu maken op de toekomst van de ontwikkeling in je stad? Maar is het dan niet zo, want ik ben een leek op het gebied van supermarkten en het inrichten van steden en dorpen. Maar je hebt in de Waldevaartsupermarkt, je hebt de Groeneweg. Ja, dit is wel iets anders dan een buurtsupermarkt, hoor. Is toch ook wel toe aan de supermarkt? Ja, maar dit is niet een buurtsupermarkt, hoor. Dit is echt een trekkende functie voor de regio.
Maar er gaan nu al heel veel mensen naar de Lidl in Annapolona. Dus ja, nou ja, dat vind ik wel een argument. Dat vind ik dat, dat is, dus dat het de Lidl is, maakt het misschien nog iets minder rampzalig, zeg maar. Want je zou dus ook wat mensen in je stad kunnen houden. Dat is het enige. Maar dan heb ik het nog steeds liever in het centrum. Ja, duidelijk. Ja, wij vinden het heel spannend en we zijn ook wel benieuwd, want het is een gesprek van de dag, hè? Dus wat vinden we er hier aan tafel van, Patrick? Van jou, mag er van jou wel of geen Lidl in Lugenburg komen? Maar mijn voorkeur heeft het niet. Want? Nou, sowieso de argumenten die ik net hoor, maar ook van verkeersveiligheid. Ik bedoel, misschien was het wel van ons bestemmingsplan, maar om daar te komen, het is zo'n druk gebied. En dan gaan straks de kinderen die gaan uit school, gaan precies op dat kruispunt naar de Lidl. Want dat is daar even goedkoper dan even dichtbij. Het is levensgevaarlijk volgens mij. Dus André, wat vind jij? Ik ben het daar wel mee eens. Verkeersveiligheid staat daar voorop. Het verkeer loopt alvast daar om zo gauw dat de spoorbomen dichtgaan. Dat lijkt mij een bijzonder slechte plek. Maar goed, er kan er misschien een ventweg naast gemaakt worden. Tunneltje, is dat nog ergens ter sprake? Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Nou, daar ga ik over dan. Over de... Je bent wethouder onder tunneling. Nou, aardig is, dus als we daar een tunnel neerleggen, dan kan de Lidl niet meer van zijn bedrijf af. Dus dan betekent al dat je er niet meer kan komen. Dus dan moet je via Muggenburg in. Dus weet je, misschien komt de bal wel bij mij te liggen uiteindelijk. Omdat we een toegang moeten maken. Het is gewoon een toffe locatie. Daar gaan we gewoon ook heel lang over doen dan, denk ik. Maar ik weet nog niet hoe dat gaat lopen, maar daar zitten wij hetzelfde in. Het wordt een hele lange en kostbare procedure, als ik het zo begrijp. Dat zou nog wel eens kunnen, ja. Ja, zonde van ons geld. Want daar kunnen we ook mensen gelukkig mee maken en duurzaam maken. Dat doen we even goed wel, hè. Oh, het is en. We hebben wel mensen gelukkig maken. Willeke, wat vind jij? Waar doe jij je boodschappen? Ik ken de locatie niet. Ja, ik vind dat fijn als ik de auto kwijt kan. Maar ik ken de hele locatie niet. Dus mijn persoonlijk belang gaat niet. Ik vind de argumenten wel helder. Klinkt goed. Ja. Ja. Het is 50 meter van de spoorboom hier verderop. Het is lekker praktisch om dan met je pak en melk te lopen zeulen. Nee. Ja, dus wat dat betreft heeft de wethouder wel de stemmers aan deze tafel in ieder geval op zijn hand. Als je inderdaad... Nu Facebook nog. Ja, nu Facebook nog. Je kan ontvrienden. Ja, die wilde niet komen. Die hebben we natuurlijk wel uitgenodigd, maar die wilde niet komen. Zo gaat dat. Het is natuurlijk lekker makkelijk. Je gaf net al aan dat het wel een tijdje gaat duren. Dus over 2 jaar, waar staan we dan? Tenzij het wel lukt om met Lidl naar het centrum te gaan. Dan kan het wel eens heel snel gaan. Ja, dan ga ik je niet, want weet je, dat zijn... Dat zeg je altijd als ik vraag waar je woningen gaat bouwen. Of als je nu wil weten waar ik woningen ga bouwen, dan dreun ik het hele lijstje voor je op. Maar voor de Lidl in het centrum. Kijk, er zijn heel veel mensen die... Natuurlijk, dat is dat regiocentrum. Heel goed, klaar. Nou. Opgelost. Daar zit al een kuil in en zo. En dan kan je al die oude pakken nog in kwijt. Perfect, ja. Een goede toegang... Waarom zit jij niet meer in de raadmarkt? De kans dat het lukt om uiteindelijk toch naar het centrum te gaan, is maar een kleine kans hoor. Maar die wordt nog kleiner als ik hier ga vertellen waar ik aan denk. Oké, want dan heb je geen misgeld meer. Nee, ik snap het. Nou, dankjewel voor dit verhelderende gesprek. En nou ja, wie weet zitten we over een jaar met Hans dan weer aan tafel om het over een tunneltje te hebben. Wat mij betreft zit het erop, deze allereerste watschagen. Dit probleem is wel eigenlijk... Too little, too veel. Ik vind hem leuk. Nou, ik weet het niet. Niet? Normaal klappen mensen dan. Oh, wow. Ja. Ze wisten niet dat we klaar waren. Je bent echt... Dank jullie wel dat jullie hier waren. Dit was de allereerste Wat Schagen Denkt van dit seizoen. Deze keer in Slot Schagen. Volgende maand zitten we gewoon weer in Alfa. En dan zit Ed van Oele op mijn stoel met een veel mooiere sidekick dan ik had. Visueel wel, ja. Maar ik vond het leuk. Ik vond het echt leuk. Het was uit te houden, hè? Ja, nee, het viel me mee. Ik had van tevoren wel zoiets van, oeh, als hij zich maar inhoudt. Maar je hebt het keurig gedaan. Dank je. Mag nog 6 keer. Heel trots. Dank aan alle gasten die hier vanavond waren. Dank aan alle vrijwilligers. Volg ons op onze Facebookpagina. Dit programma kun je ook terugkijken op YouTube. Wat mij betreft tot, volgens mij over 3 maanden. En ik denk dat we dan gewoon uit gaan kijken naar de volgende aflevering van Wat Schagen Denkt. Dankjewel. Dag.